Vandaag doen we een wanblok Minecraft en we hebben een random wanblok. Het is Skyblok. Slaap. Nee, dat komt later wel. Matig. Die steen heb je toch nodig? Waarvoor? Voor die Infinity Steen. Ja, maak jij niet maar, want ik weet wel weer. Ik verkloot dat. Mag ik dan altijd steen? Ja hoor. We hebben trouwens een stenen pickaxe, dus. Hier. Ik heb weer water en ik heb weer lava. Oh ja. Steen. Maken. Kurt. Die dieren moeten even aan de kant geduwd worden. Oh, we hebben nu al 3 koeien. Wat zijn het die te veel? Die dieren hebben wel genoeg. Als we er ook maar 2 van hebben. En toen kregen we onze eerste diamond. En ja, we hadden helaas geen pickaxe, dus we hadden er geen reet aan. Wauw. Dit is kut, gast. We hebben er geen reet aan. Ik hak het gewoon. Wacht, wat? Wacht, heb jij geen ijzer? Nee. Rip. Dan hadden we een stenen pickaxe moeten maken. Dan hadden we ook maar 1 ijzeren blok tot nu toe. Doe je diamond. Nee, 2. Is dit vol? Oh. Een paar. Oh. Ik hak hem gewoon. Die zijn allebei weg. Rip. Rip. Oh. Ja, oh, daar ging mijn pickaxe. Waar is die crafting table? Die pik. Hop. Oké, ik heb even 4 toortjes gemaakt. Weer diamond. Rot op. Oh, er komt uit een mushroom koek voor. Zo. Ja. Mag ik mijn pickaxe misschien terug? Yes, sir. Kan jij eerst doen? Hey. Wacht, ik heb nog 1 torch. Hey, ik heb wel zo even eten nodig. Oh ja, die heb ik wel. Hey, we hebben 1 wolf. Die nu een schaap op eet, weg! Werkt dit? Let's go! Oké, let's go! Op dag 2 heb ik eigenlijk een hele dag lopen hakken, zeg maar voor het steen, want we wouden eigenlijk graag een nieuw eiland ontdekken. We hadden als plan als eerst die grootste met allemaal bomen en gras, want wij zagen graven grondstoffen liggen, dus wij dachten die zal vast wel goed zijn. Ja, eigenlijk natuurlijk dag 2 moesten we veel hakken, nou eigenlijk vooral ik natuurlijk, ik moest het steen hakken. De hele tijd spannend, zoals je nu ook ziet, sneeuwbop in, die ik natuurlijk gewoon hoppakee eraf gooi, geen problemen mee, weg ermee. Er zat ook trouwens de hele tijd een mannetje hier, ook gewoon voor saus. Ik weet ook niet waarom die er staat, maar het zal allemaal wel. Alleen heel jammer dat ik trouwens de hele tijd dit stenenblok moest doen. Ik heb een hulpje voor al deze video's ingeschakeld, voor de meeste tenminste. 15 euro per uur kun je nagaan, wel een beetje duur, maar dat maakt niet uit. Hij mag natuurlijk wel het leuke werk weer doen, wat ik eigenlijk dus niet slim aanpak. Terwijl ik hier alleen maar een beetje steen sta te lopen hakken met een houten pickaxe nog, die ik al... Een steen. Die kan ik wel een steen doen? Nee, daar wacht ik nog eventjes mee. Hierdoor heb ik trouwens wel een steen pickaxe. Ik had er zin in. We hadden heel veel steen nodig, want we gaan een soort van brug maken met... Zeg maar in plaats van een blok ga ik hem wel...
in een soort van slides natuurlijk doen. Dan heb je meer. Dan kom je verder. We gaan als eerst naar het eiland met gewoon bomen, groen. Het normale eiland, zeg maar, gewoon. Die zag er veelbelovend uit. Dus wij gingen er als eerst heen. En daar zag je, ik kreeg een melding. Je hebt 1 miljoen gewonnen. Het was helaas natuurlijk gewoon alleen maar dat mijn controle leeg was. Die is zo schoon, echt altijd leeg. Ik weet niet hoe dat kan. Ik laat hem altijd op en dan is hij gewoon leeg. Maar het zal wel. Hierop bouwden we natuurlijk wel safe. Want als ik eraf val, dan ben ik alles kwijt. Ook al is er nog niet veel. Maar alsnog, ik wil zo weinig mogelijk eraf vallen. Hierop is mijn steen al aardig op. Beetje teruglopen rennen. Het eetbalkje ging hierop eigenlijk vreemd genoeg nog niet omlaag. Later wel. Hierop zie je, dan heb ik van 32 heb ik zeg maar, nou van 30 eigenlijk 60 van deze dingen gemaakt. Dus eigenlijk krijg je een dubbele aantal steen. Het enige nadeel is dat je niet heel makkelijk hierop kan bouwen voor de rest, behalve dan nog meer slides. Maar blokken hierop wordt een beetje lastig en je kan ook geen toortjes hierop plaatsen. Alleen het is wel handig om gewoon verder te komen dan als je hele blokken gaat gebruiken. Maar als eerste is dit eiland, het Dirt Island, gewoon het normale eiland. Hierdoor sprong ik er alvast op, alleen we hebben hem niet echt ontdekt. Dat in dag 3 hebben we dus gewoon eigenlijk de brug lopen maken. Ik dacht ook, nu het avond is, Kijk, top. ik ga even een huisje bouwen. En we hebben weer drie delen van het hek. Top. Nou, top is het hek. Wel met een ander kleurtje. Maar het is in ieder geval wel weer dicht. Oké, nu is het al tijd om de tweede kist te plaatsen. Sorry trouwens voor af en toe een beetje de onnodige stilte, maar ik was gewoon hier echt geconcentreerd in het bouwen van een huis. Ik weet eigenlijk niet wat voor huis, ik wou iets van maken, maar ik wou hem niet groot maken, maar wel mooi. Dus ik knutselde de een en ander bij elkaar en ik ging gelijk weer terug aan Nou, het hoe werk. kan ze even Op wat dag hout voor je 4 gaan halen? was het eigenlijk gewoon vooral voor het huis en eigenlijk de brug weer aan het afmaken. Dag 5 was ik er ook al lang mee bezig, hier gaat onze kip. Langs, hallo Kip. Ook goedemorgen. Al die rennende blokken was eigenlijk dat. We hadden eerst met al die blokken erin alleen. Toen kwam ik natuurlijk dus met het geniale idee om met de stenen te doen. Mocht ik het echter wel uitvoeren, maar dat maakt niet uit. Zeg maar, als je dus die twee slabs op elkaar doet, dan kan je er wel een toorts op zetten. Dus dat is eigenlijk een beetje een tactiek. Ja, dit is eigenlijk allemaal versneld. En ik spreek er nu een beetje later in. Ik weet niet precies hoe ik deze video's moet maken. Alleen, ik weet het wel een beetje als zou ik het alleen doen. Alleen, ik zit natuurlijk nu met een vriend, zes hulpje natuurlijk. We praten zelf ook al veel in de video. Alleen, zo is het wel een beetje makkelijker uit te leggen. We waren ook een beetje verkouden, zoals je hoort. Geen corona trouwens. We gaan nu trouwens Ik ook heb lekker op deze gehaald. vakantie. Ik heb nu zeg maar rustig 20, want ik moest voor Hugo betalen, maar ik stuurde hem gisteren een tikkie, zegt hij, ik betaal later wel een keer. Nou. Maar die man betaalt altijd laat.
Ja, weet ik, dat is echt hinderlijk. Daarom betaal ik het liefst voor hem niet. Gewoon niet. Ja, goede info is dit trouwens ook. Dag 6 Maar als waren hij af en toe goed we is, als ook het. bezig nog met de brug. Het kostte echt veel tijd. Ik ben ook nog niet zo'n snelle bouwer, maar dat maakt niet uit. We vinden het wel leuk. We hebben ons al heel veel opgenomen trouwens. Ja, dit wat hoef jullie eigenlijk allemaal niet te weten, maar het maakt niet uit. Het ging over een zaalvoetbaltoernooi met school. Ja, we moesten allemaal geld geven om mee te doen, maar uiteindelijk zijn we tweede geworden. Dat is helemaal niet zo slecht gedaan. Maar ze zijn natuurlijk die professional voetballers. Alleen wat ik wou zeggen eigenlijk was, we hebben al dus meer opgenomen. Dat doet ook steeds beter. We gaan natuurlijk huizen en zo bouwen, alleen maar uitbreidingen. Dus ik dacht na Dit is meer zo een beetje een vinden we wel alles wel introductievideootje, veel. maar het wordt echt hartstikke mooi. En zo vinden we alles wel veel. Behalve diamonds, maar dat hebben we ook nog niet per se heel erg. Ja, je hebt altijd wel nodig, maar Ja, als het is er niet echt dat diamond we. loadout zijn. Is jouw schep al bijna leeg? Nee. Ja, op Oh, bij zich. mij wel. Gelukkig dat hij was. Hij begint tot op zijn eentje te komen, laat ik het zo zeggen. Ja, bij mij ook. En daarna ga ik met mijn pickaxe ook gewoon alles. Weet je wat ik hier zie hoor? Dat is steenkool vooral. Ja, is goed. En Ik dan ga heb ik gewoon wel altijd. ook veel hout nog. Want we moeten ook hekjes hebben. Ja. Oh, natuurlijk. Ja, ik denk dat we het best gewoon die dit hout waarmee we begonnen, dat we die uiteindelijk weg kunnen halen voor dat hout wat we Ja, nu krijgen. dat andere hout vind je niet echt meer. Nope. Ja, in die blokken misschien, maar dat duurt tot pot lang. Ja, Misschien heb ik het dat nu doe al je gewoon. op. Oh nee, ik heb 4, 3 stacks en 55. We moeten even gewoon een kist maken waar geen troep in zit. Oh, dat is deze. Oké, alles wat je nodig hebt, zet je gewoon een beetje rechts neer. En dan kunnen we gewoon een beetje stuf doen. Wacht, hebben we wat te koper? Nou, ik zet gewoon mooi. Ik kijk even in alle kisten of er grondstoffen in zitten. Het is op zich wel chill, hebben we dat bij elkaar. Wacht, een appel doe ik er ook wel bij, want dan maken we waarschijnlijk toch gauw appels van. Hier zit als het goed is niks in. En in deze zit. Diamantje. Deze kist blijft gewoon openstaan. Oh, jij zit erin. Ja, omdat ik kijk. Nou, hier gaat weer mooi wat ijzer door. Oh, hier drop ik wel wat goud in. Echt al een jaar terug, denk ik. Dat is wel een volle bak hier hoor. Ja. Gewoon een tijger. Wat zeg ik? Een krokodil volgens mij. Weet ik veel wat het is. Hij is tenminste groen. Oh, dat moest de oma doen. Ik denk dat we echt even wat troep gewoon weg moeten gooien. Nou, gewoon één troepkist. Ja, maar ik heb ook allemaal van die bloemen. Zoals jullie zien, we praten gewoon in de video een beetje per dag. Niet dat ik er elke keer nu ook doorheen kom te blaren, maar nu dan eventjes wel. Dag 9 ging ik even verder aan het huis. Ik weet nog steeds niet eigenlijk wat ik wou maken. Dat is misschien ook het grootste probleem van het design. Maar uiteindelijk Oké, ik zie al best wel wat zullen we het goud zien. weer, 5 of 6 of zo. Ik wil jullie trouwens dus alvast eventjes bedanken dat jullie zo ver hebben gekeken. Dit was de eerste 10 dagen van onze OneBlock Skyblock. Als jullie dit vaker willen zien, blijf even het kanaal volgen.
Hartstikke bedankt. Betere video's komen er ook wel aan. What the fuck, nu heb ik gewoon En twee als is. jullie eigenlijk ooit willen joinen, natuurlijk hartstikke fijn. Hierop bedankt. Tot de volgende.